jammer dat je niet eerder er bent geweest. Ja, heb je er meer misbruikt? Als wij er niet waren geweest, maar mensen die direct betrokken zijn bij dit verhaal, had het misschien anders voor je af kunnen lopen. Realiseer jij je dat? Ik hoor wat je zegt. Ik ben natuurlijk een journalist, hè, maar ik ben ook een vader. Wij doen het netjes. We bellen natuurlijk de politie. Maar ik begrijp heel goed dat de vader weg is gelopen. Want die kan zich niet meer inhouden. We wachten op de politie. Ja, we wachten. Want zo werkt het in Nederland. Zo hoort het ook te werken. Maar ik snap ze wel. Ik ook. Jij ook? Ja. En toch was je hier. Makkelijk zeggen, joh. Is dat makkelijk zeggen? Het is nog makkelijker om dit gewoon te doen. Daar heb je de politie. Ja, Albert of Stegeman. Goedendag. Hallo. Stegeman. Kom maar even mee. Ik zit vast. Kom maar even mee. Je neemt het allemaal wel heel serieus, toch? Blijf jullie mij vragen. Terwijl Jasper L. wordt meegenomen, leg ik aan de agenten uit wat zich precies heeft afgespeeld. En dat ik een collega heb ingezet als lokmiddel om het minderjarige meisje te spelen. De vader van dat meisje is er wel bij. Die wil ook aangifte doen, die heeft ook alles mee. Het meisje zelf is in Delft, wil ook wel aangifte doen. Maar het was te emotioneel en te heftig om dat meisje hierbij te hebben. Nu Jasper L. in handen is van de politie, zie ik voor het eerst een glimlach op het gezicht van vader Donnie. Ik kon niet rustig blijven, zeg maar. Rustig, ik moest mezelf wel rustig maken. Ja, want ik dacht van, je wilde hem nog wat vertellen, maar je kon het niet. Nee, want je wordt zo woedend. Je wordt gewoon woedend. Maar op de manier hoe hij praat, eigenlijk al toen ik zag en hij loopt er naartoe. En het is niet vragen, hij wil eigenlijk gewoon een meisje gelijk op zijn mond houden. Dat ging bij mij al een knopje van, dat kan niet. Het idee van dat het jouw dochter had kunnen zijn? Elke dochter. Dus dit is iemand die bekend is? En vanochtend nog zegt hij met tientallen meisjes. Het interesseert hem dan toch niet? Blijkbaar niet. Nee. Ik denk dat het goed is dat wij erbij waren. Ja, dat denk ik ook wel. Was misgegaan, hè? Ja, denk ik wel. Maar ja, ik denk dat elke vader dat zou hebben gedaan. Nou, hij gaat zeker mee naar het bureau. Dat betekent dat er aangifte kan worden gedaan. Ja. Door jou en je dochter. Dus dat zal ook moeten gebeuren. Dat gaan we sowieso doen, ja. Gelukkig zien we in ieder geval nu even binnen. Hij is zeker binnen. Ja. Want er is een hoop bewijs. Gelukkig wel. Wat een engert. Goed gedaan. Goed gedaan. Ja. Voor de politie weer vertrekt, overhandig ik nog even de telefoon van Jasper L. Deze heb ik tijdens de burgeraanhouding veilig gesteld om bewijsmateriaal niet kwijt te raken. Tijdens de aanhouding heb ik deze van hem gekregen. Zijn telefoon. Okay. Ik heb er niet in gekeken, maar misschien is het van belang. Hij heeft zelf gezegd dat hij niks op zijn telefoon heeft gedaan, niks op zijn computer heeft staan. Ik twijfel er wel aan. Maar hij chat met allemaal kinderen. En hij vanochtend ook, zegt hij, met wel 20 verschillende personen gechat. Jasper L. is aangehouden en gaat mee naar het bureau voor verhoor. Reuze bedankt. Ja, nee, natuurlijk. Ja, ik ga je daarvoor wel bedanken. Ja, nee, natuurlijk. Ja, het is, ik kan me voorstellen dat het heel ingrijpend is voor u. En nou, wij gaan ermee aan de slag. Top, man. Dank. Zo, dat is wel even... Ja, je zou het niet meer moeten loslaten, denk ik. Goed, hè? Ja, zeker weten. Je gaat naar je dochter toe.